Wij vinden dat de fase van de crisis die we op dit moment meemaken in Suriname nauwelijks op een tijdlijn uitgezet 40% is. Dat wil zeggen, op de tijdlijn zullen we nog 60% van de crisis nog moeten meemaken. En nu al treft de crisis u zodanig dat u bijna geen zuurstof meer binnenkrijgt. Ik zal alles moeten doen dat dit volk van Suriname niet hetzelfde ondergaat als in Venezuela. Ik zal alles moeten doen als volksvertegenwoordiger dat Suriname geen tweede Venezuela wordt. En dat is de reden geweest dat ik erop uitgetrokken ben om overheden, diaspora gemeenschap, internationale instellingen te informeren, NGO's te informeren over de crisis in Suriname en de gevolgen die nu al zichtbaar zijn, maar ook over de mogelijke gevolgen die nog op komst zijn. Wat deze regering een keertje gezegd had, 2 jaar geleden, dat er sprake zou zijn van economische groei van 4%. Dat had de regering gezegd. Een economische groei van 4%. Zegt IMF, er zou een inkrimping plaatsvinden van 2% van die economie. En weet je wat het IMF nu zegt? Er is een inkrimping van 7% van die economie. En weet je wat dat betekent? Dat de economie met 7% achteruit gaat. Minder economische bedrijvigheid. Minder importen. Minder investeren. Minder economische activiteiten. En dat zal sowieso leiden tot afdaling van de koers. En als dat gebeurt, zijn er bepaalde mensen in de hoera-stemming. Kijk, we hebben de koers laten zakken. Waar is het beleid om het koers te laten zakken? Nee, het is een gevolg van die inkrimping. En dit gaat leiden tot verdere inkrimping. Met als gevolg, mensen, dat er minder goederen zullen komen. De handelszaken leger zullen worden. De supermarkt leger zullen worden. De medicijnen langzaam zullen verdwijnen. Je moet bidden om niet ziek te worden in dit land. Je moet bidden om niet oud te worden in dit land. Dat jouw kinderen niet ziek worden. Omdat je niet weet of ze medisch geholpen kunnen worden. En dat is mijn boodschap geweest aan de diaspora gemeenschap, aan investeerders, aan politiek Den Haag en andere politieke overheden, internationale instellingen. Dat we aandacht moeten schenken dat die grens van humanitaire crisis eerder zal komen dan wij allemaal zullen denken. En dat we een levensbedreigende situatie kunnen krijgen. En daar in Nederland heb ik een organisatie achtergelaten, een platform. En meneer Manoj Shindoy, voorzitter van de ziekenhuisraad, is overgevlogen naar Nederland. En met politiek en Tweede Kamer hebben we afspraken gemaakt. En het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland hebben we afspraken gemaakt. Om goed te coördineren. Elk leven wat we hier kunnen redden, mensen. Elk leven wat we kunnen redden is belangrijk. Niet belangrijk voor deze regering. Als zij ziek zijn, sturen ze kinderen naar het buitenland voor behandeling. Als zij ziek zijn, vliegen ze even over naar een ander land om zich te laten behandelen. U gaat hier zitten. U gaat hier zitten met de onmogelijkheden. Daarvoor ben ik als volksvertegenwoordiger om ook die aandacht alvast te gaan zoeken voor het volk van Suriname. Ook het IMF is niet tevreden met het regeerbeleid. En die tranche die in oktober zou moeten plaatsvinden, de tweede tranche van IMF naar Suriname, heeft IMF dat aangehouden. Omdat ook IMF niet tevreden is met beleid, lasten wij als Surinaams volk dat elke dag klaagt over het regeerbeleid. En toen wij als oppositie IMF gingen uitleggen, IMF, past u op, deze regering is niet in staat zich te houden aan afspraken.
Geen men ons uitlachen, geen men de oppositie belachelijk maken. En kijk wat IMF vandaag zegt. Precies datgene wat wij als oppositie gezegd hadden. Mijn mensen, het gaat niet goed met het land.